De werkzoekenden zijn inmiddels goed op weg geholpen door onze loopbaancoach Jolande Voogd. De vakbond helpt werknemers en werkzoekenden op allerlei verschillende manieren. Dit gebeurt vaak voor en door leden. Je geeft altijd hele goede loopbaanadviezen aan anderen, maar hoe is jouw loopbaan eigenlijk verlopen? Ja, het is een hele lange tijd eigenlijk saai zou ik het niet willen noemen, maar binnen één bedrijf geweest. Daar heb ik verschillende functies gedaan. En op enig moment ging het bij mij van binnen broeien dat ik wat anders wilde. En ook binnen het bedrijf waren heel veel ontwikkelingen. Dus heb ik afscheid genomen een aantal jaar geleden. En ben ik verder gegaan, onder andere met coaching. Hoe ben je precies bij de vakbond terechtgekomen? Nou, ik deed een opleiding, coachingsopleiding. En daar was op enig moment een oproepje eigenlijk. Van iemand die er al actief is bij de vakbond. En daar heb ik informatie bij gezocht. En toen kwam er een heel profiel tevoorschijn van loopbaancoach, loopbaantrainer. Want ik wilde het wel alle twee doen. En ik vond dat heel professioneel overkomen. En ik denk, ja, dat is dus niet, ze zetten daar niet iedereen neer. Ze vragen daar ook wel echt kwaliteit. En dat vond ik wel heel mooi. En is dat een vrijwilligersfunctie? Ja, het is vrijwilligerswerk wat je hier doet. En zijn het alleen loopbaancoaches die zo'n vrijwilligersfunctie hebben? Nee, je kan ook andere dingen doen. Hè, als je daar de kwaliteiten voor hebt. Bijvoorbeeld helpen bij het invullen van belastingformulieren. In maart is het altijd heel erg druk hier. Maar ook reïntegratieconsulenten zijn vrijwillig bezig. En bijvoorbeeld vertrouwenspersonen. En ook die worden allemaal intern opgeleid om dat beter te kunnen uitoefenen? Ja, die worden allemaal opgeleid om die dienstverlening te kunnen bieden.